Het behoud van wilde dieren in Suriname is heftig besproken bij de COP16 Biodiversiteitconferentie in Cali, Colombia. Dit stelde milieuminister Marciano Dassai vanmorgen tijdens de persbriefing op zijn departement. Hij stelt dat het belangrijk is om de biodiversiteit te herstellen door hieraan in samenspraak te werken met partnerlanden. Na de briefing vond de ondertekening van een memorandum of understanding plaats tussen het departement en Conservation International voor uitvoering van een biodiversiteitsplan en het bewerkstelligen van een schoon en leefbaar milieu voor Suriname. We hebben dieren, we hebben insecten, we hebben planten. En die zijn allemaal belangrijk voor, in feite, niet alleen maar voor Suriname, maar voor de wereld. Belangrijk voor deze thema was dat we dus onze wildbeheer duurzaam moeten behouden. Onze biodiversiteit moeten we beschermen en we moeten in feite bevorderen dat die gemeenschapsgerichte initiatieven zo blijven om illegale handel in wilde dieren te bestrijden. En de betekenis voor Suriname is dat we belangrijke kansen kunnen krijgen om onze inheemse soorten en ecologische rijkdommen te beschermen. Dit kan je niet alleen doen als land. Dit moet je samen doen met de andere landen. Zeker de andere 7 Amazonlanden. Er zijn dus teksten opgemaakt met bepaalde regels, met bepaalde actiepunten. En die zijn allemaal besproken geworden. Dassai geeft verder aan dat er tijdens de COP16-conferentie goedkeuring is gegeven aan het plan van Suriname ten behoeve van het behoud van wilde dieren. Dit is een van de punten die tijdens de onderhandeling heftig is besproken. En we hebben goedkeuring gekregen voor de besluiten die te maken hebben met Sustainable Wildlife Management. Het besluit is dus gedaan dat wij als landen veel meer aandacht moeten geven aan het beschermen van onze wildlife. En dat de resources in feite met elkaar worden gedeeld. Trainingen worden verzorgd aan zeker de landen die hulp nodig hebben. Dassai merkt op dat de financiering van de doelen die gesteld zijn voor milieubeleid belangrijk is en dat moet worden gerealiseerd. De financiering is nodig omdat zaken niet van de grond kunnen komen als het geld niet wordt vrijgemaakt.